Dit is What the Art, een serie gemaakt door de Blikopeners, de jonge medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Deze keer ontmoet Yara Brian Elstak. Hi Brian. Hey. Hoi, ik ben Yara. Brian Elstak. Welkom. Thanks. Nou Brian, ik heb een beetje research gedaan naar jou. Okay. Boek gezien, meerdere werken. En nu hebben we zelf wat werk uitgekozen in de Base. Ik ben benieuwd. Nou, oké. Okay. Sta ik er ook tussen? Deze. Nee, je staat er niet tussen. Als kind teken ik heel veel en keek veel popcultuur dingen, ik zeg maar wat, de A-teams, MacGyver. En dan ga je zelf je eigen strips proberen te tekenen en dat soort dingen. Ik ben niet naar de kunstacademie gegaan, nee. Dus toen dacht ik, misschien kan ik iets anders met mijn creativiteit doen. En dus ik ging op zoek naar hoe ik art director kon worden. Ik dacht dat het HBO communicatie was. En dat heb ik ook gedaan en afgerond, maar dat is het niet. Maar het was wel handig, want dat heeft mij wel weer geholpen verder ook in mijn kunstenaarschap. Nou, dit is het eerste werk wat we hebben uitgekozen. Deze ken ik. Ken je deze? Wat vind je ervan? Super. De persoon die afgebeeld is, vind ik mooi. Ik vind kleurgebruik heel tof. Ik kan niet altijd uitleggen waarom ik iets tof vind. Een soort onderbuikgevoel. Spider-sense. Spider-sense. Heb je zelf, als je iets maakt, dat je er een boodschap mee wil overbrengen? Ja, maar niet altijd. In eerste instantie moet ik het zelf tof vinden of mooi vinden. En dan kan het een heel vervelend onderwerp zijn, maar dan maak ik er een grapje in of dan zeg ik wel iets wat ik ervan vind. Ik heb dit werk uitgekozen. 3, 2, 1. Ik heb dit werk uitgekozen omdat... Je ziet een donkere man. En er zijn niet heel veel kunstwerken in het Stedelijk die gemaakt zijn door donkere mensen of waar donkere mensen op staan. Ja. En nou, in jouw werk, daar komen wel veel gekleurde mensen in voor. Ik ben me wel bewust van dat ik een stem heb in wat ik maak en dat mensen het, een aantal mensen het mooi vinden. Zoals ook met dat kinderboek wat ik heb gemaakt. Ja. Op een gegeven moment werd het duidelijk dat het meer was dan alleen een verhaaltje voor mijn eigen kids. En dat mensen het heel veel waarde aan hechten. Ik ben benieuwd, ik ga het lezen. We gaan nu naar het volgende kunstwerk. Je houdt van stripboeken, toch? Ja, het is een van mijn inspiratiebronnen geweest. Samen met tekenfilms. Ja, het is bijna mijn kunstopleiding. Lees je nog steeds veel stripboeken? Nou ja, ik waardeer echt serieus. Ik vind serieus dat er in een stripboekwinkel misschien wel meer kunst is dan hier. Maar wat vind je zeg maar, van dit kunstwerk? Het is, letterlijk zijn het eigenlijk plaatjes uit een strip die de kunstenaar gewoon heeft vergroot. Ik zie wel de kracht van dingen lenen en dingen die je ziet opblazen en anders maken. Ik heb een plaatje gemaakt van Trump, dat net toen hij president werd. Wat wil je daarmee zeggen? Hij had natuurlijk dingen gezegd als grab him by the pussy of vrouwen en dat soort dingen. Dus ik had zoiets van ja, oké, maak je borst maar nat of zo. Ja, als iemand iets stoms doet in de politiek, dan wil ik daar misschien ook soms wel iets over zeggen in werk. Maar ik vind het zelf, als ik de hele tijd in die headspace zal zijn, dan word ik niet blij. En dan, dus ik vind het belangrijk om een soort balans daarin te hebben, dat ik ook dingen maak waar ik zelf gelukkig van word of waar inderdaad dus mijn kids blij van zouden kunnen worden. Oh yeah, my boy Keith. Gaan we naar Keith? Ja. Hij heeft ook eigenlijk mijn jeugd vormgegeven. Het spreekt tot me of zo. Juist die simpele vormen. Wat denk je dat hij met dit kunstwerk wilde zeggen? Ik denk dat het belangrijk is dat zwarte mensen terugvechten. Hij had ook aardig wat dingen gemaakt rond Zuid-Afrika. Ja, het was wel, iets met apartheid. Ik denk ook wel dat dat soort artiesten echt invloed zouden hebben gehad op de tijd. Dus ik denk dat dingen heel anders zouden zijn. Ja, heel vet. Ja. Mijn tip voor jonge makers is omarm wie je bent. Dus gewoon veel maken en putten uit je eigen leven. Als je het gevoel hebt, mijn leven is super saai, hoe kan je dat uitbeelden? Dus alles is mogelijk. Huxtable? Ja.
Thanks. Tot de volgende keer. Ja. Ik zal kijken of je werk het museum in kan. Ja, doe een goed woordje voor me. Ja, ga ik doen. Thanks. Nu is het jullie beurt, dus ik heb een ideetje voor een opdracht. Maak van jezelf en een dier en je omgeving, dus drie dingen, jij, een dier en je omgeving, een andere dimensieversie. Dus een superheld of een wat dan ook. Teken dat, maak dat, illustreer het, schilder het, boetseer het, vingerverf het. Dat was het, ik ben benieuwd.